ben jij aan het doen? Aan het varen weer. Voor? Voor een liga te maken. Voor een? Liga spelen. Het TNT staat voor Technologie en Toepassing. En bij Technologie en Toepassing werken leerlingen op projectmatige basis aan probleemstellingen uit de buitenwereld. Dus bedrijven die lopen tegen een probleem aan en die worden hier neergelegd. En de kinderen gaan in kleine groepjes samen aan de slag. Zoals nu zijn de leerlingen bezig van 999 Games. De makers van bijvoorbeeld Kolonisten van Catan, die hebben ons opdracht gegeven om een nieuw spel te maken. En dat zijn die leerlingen hier in groepjes aan doen. Dingen onderzoeken en zelf dingen maken. En we zijn nu bezig met een eigen bordspel maken. Dit is eigenlijk een spel met Monopoly en gewoon een bordspel gemengd. Je leert verschillende dingen en je leert ook met elkaar om te gaan en zeg maar op te splitsen wie wat moet doen. Oké, okay. Ja, opdrachten zijn natuurlijk super moeilijk om te verzinnen. Ja, maar ook voor een hele groepje van 6 of 4. Oké, okay, en iedereen moet tegelijk die opdracht uitvoeren. Verplicht voor alle leerlingen. Ja, van leerjaar 1 tot en met 4 krijg je dat en het wordt straks ook als examenvak gegeven. We hebben dus een spel en dus dan moet je, ja, ik ben nu dus de blokjes aan het verven. Alleen dan moeten er dan een paar laagjes over en het spel gaat dus over een tutje met liga's. En dan kom je allemaal op vragen. Dus bijvoorbeeld als je op een, daar heb je dan zo'n boot staat daar. En als je bijvoorbeeld heb je dan twee van die kaartjes en dan moet je... Als je daar staat een ja of nee op, en dan kan je de boot over en dan ben je bijvoorbeeld heb je al een voorsprong. En je moet zoveel proberen om liga's te maken. Dus dan heb je bijvoorbeeld dan 3 potjes en dan wie de meeste liga's heeft, die heeft gewonnen.